kop van een paard, of kop van een koe, een paard heeft een hoofd. Een kopje. Een kopje, wat voor kopje? Een kopje van een kat? Van een hond en net. Goed zo. Yay! Kijk, je zet hem maar gewoon in het midden. En wees er voorzichtig mee. Een kat! En volgende wordt een kat. Oké, Jayden moet het wel weten. Ja, dit leerwerk, wat zou het zijn? Dan de appel, want je kan aanzetten. Ja, heel goed. Hey, lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met de leukste drieling van Nederland. Jalicia. Jayden. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Nee. Wat dan? We gaan What's in een cadeautje spelen. Vind je dat niet leuk? Wow! Ja, maar papa, ik weet het. We moeten wat voelen wat dat is. En wat je, had je dat geraakt, dan mag je dat eten. Eten? Nee, ik doe het houden. Dan heb je een punt. Dan heb je een punt, ja. Dan gaan we spelen. Vind je het leuk? Ja! Deze is voor jou duim ook. Het is hartstikke bedankt voor jullie duimpje. Dan heb ik voor jullie ook wat. Ik heb voor jullie een cadeau. In dit cadeau zitten twee gaakjes aan deze kant en aan die kant. Dan kunnen de kinderen met de arm erin, met de hand. En dan kunnen ze voelen wat er in het pakje zit. We spelen 1 tegen 1. Dus eentje blijft altijd kijken. Wij als kijkers kunnen zien wat erin zit, maar wij zijn allemaal stil. Ook thuis niets voor zeggen. En we hebben natuurlijk gewoon kerstartikelen uitgezocht voor deze speciale editie. Nou, wie wil er als eerst spelen? Oké, Ine mine mutte, 10 pond gutte, 10 pond kaas. Ine mine mutte is de baas. Koffie dik, al wil ik heb in de krant gelezen dat jij hem mag winnen. En was te snel uit, Jelisha. Jij ja, was te snel, Jelisha. Ja, dan komen we jou uit. Dus dan doe jij niet, dus Jane en Jason mag als eerste. Ja! Handen door het gat. En beginnen maar. Oh, ja. Nee, niet kijken. Niet kijken. Jayden. Geef hem maar aan de Jason een stukje. Die mag ook een stukje voelen. Roep maar, Jayden. Waar je mee koekjes kan pakken. Ja. Maar wat is het dan? Wat voelt het naar? Een pop. Naar de pop. Een popcorn. Is een pop naar de popvorm. De popvorm in plaats van popcorn. Hebben jullie goed? Applaus voor jezelf. Omdat Jayden het eerste had, mag die samen met Jalicia nu. De tweede ronde wordt dit artikel. Ja, leg hem maar neer en handen door de gaten. Ja, voel hem maar. Niks. Je bent hoor. Een bord. Jalicia was eerder, een bord. Maar wat voor bord? Een bord. Een wit bord is fout. Een? Een kerstbord. Jalicia was weer eerder. Jalicia mag tegen Jason strijden. De volgende ronde inderdaad een prachtig mooi kerstbord. Ja, handjes in de doos. En voel hem maar. Een doos. Nee, geef hem maar heel even aan Jalicia. Even aan Jalicia laten voelen. Ja, heb je hem? En weet je wat het is? Een fles. Nee, bijna. Jason. Jason weer voelen. Een kop. Wat voor een kop? Een kop van een paard of een kop van een koe. Een paard heeft een hoofd, ik een weet kopje. Het. Een kopje, wat voor kopje? Een kopje van een kat, een kopje van een hond. Nee, geef het daar weer aan mij. Een kopschoen. Een kopschoen, hoe weet je wat een kopschoen is? Een kopschoen. Hoe weet je nou precies dat het een kopschoen is? Om die heb ik vaker gezien, ik voel dat. Oké. Waar heb je die vaker gezien? Suikerbuik. Suikerbuik. Tada! Suikerbuik. Oké, heel goed. Ik een laars. Ik ben 1 was het leerst. Een laars. Ja, ik heb 2 punten. Ja, een laars en een schoen inderdaad. Een schoen, ja. Mag Jayden tegen Jalicia? Heb je al een servies meegepakt of zo? Ik weet het niet. Zet neer. En actie, ja! Ik kom! Wat voor kom? Kerstmiskom! Heel goed, een kerstmiskom! Ja, nou, waar maar! Kom! Ja, wat voor kom? Een kerstprinskom! Ja! Wat voor kleur? Nee, niet spikken! Rood, heel goed!
Jason mag tegen tegen Jaden. Nee, ik moet de hele tijd! Ja, daarom juist. Daar mag je nou een keer wisselen. Niet. Jaden toch? Nee, jij mag een keer wisselen. Okay. Jij bent al de hele tijd geweest. Je bent de hele tijd goed geraden. Nu ook weer. Dan moeten anderen ook een kans geven, hè, meid? Ja, ze is gewoon heel goed. Ja, ze is er heel goed in. Vrouwen zijn gewoon heel slim, hè, schat. Mag ik het daarom laten? Nee, jongens, zijn sterk. Nee, dat moet ik heel snel doen. Sterker, ja. Zij mag ook niet. Mama zijn een vrouw slim waren. Jaden, de volgende kijken. Ik kan ook dat doen. Ja, een volgende artikel, ja. En rollen. Rollen. En heb de zouten rollen. Heb de zouten rollen. Die dikke rollen. En wat kan je er nog meer mee? Kom, en dan kun je op de kop slaan. Juist, je kan hem op de kop slaan. Zo, yeah! En wat, hoe heet het? Een koekenroller. Een deegroller. Juist, een deegroller. Poek. Want dan kan je deeg mee rollen. Ja, en ik had het goed, ik had het goed. Oh, ja. Dus ik. Jaden, jij mag plaats maken voor Jellycia. Dan ik heb twee punten. Ja, maar nee, jij mag weer meedoen, Jason. Jij bent aan de beurt. Nee, om te spelen. Jaden moet hier blij komen. Die houdt het goed. Jij dit, mama? Mama! Ja, pak vast, Jelisha! Ik heb hem. Voelen! Niet Jason, niet Jason. Omgeven nou aan Jason. Kak. Geef het eens aan Jelisha. Is het een hak of een kak? Nee, geen kak. Geen hak. Jason! Een cactus. Nee, ook een cactus. Dat is de tak van die aan de kat wil hangen. Wat voor een tak? Snoep. Een snoepje, ja. En hoe heet dat? Weet ik niet meer. Wijs hem eens aan in de kerstboom. Hoe kwam de kleur? Wat rood en wit. Goed zo. Yeah! Mag ik die al weten? Nee! Dan maak je de zwakke allebei. Wat hoort er nou? Klokken. Hoort je, klopt dat, kinderen. Dat is het volgende artikel, die gaan we erin stoppen. Kom, handen in de doos. Ja! Dat wordt de volgende. En spelen maar. En peken. Nou. Wat? En naast peken. En wat? Nee. En peken. En ik weet het weer. Wat? Nee, ik heb hem. En jij hebt hem even nou. En koffiepeken. Ja, welke? Die blauwe. Het is Nee, geen blauwe. Kaas. Ja, dit is een kerst. Kaas. Ja. Kerstbeker. Ja! Bam! Handen in de doos, we gaan naar de volgende ronde. Kijk, zet hem maar gewoon in het midden. En wees er voorzichtig mee. Een kaas. Een kaas. Als je sneeuw op zit, ja, en die geeft licht. En als je hem op een knopje duwt, geeft die licht. Voel het, Jaden? Ja, dan die heb ik gevoeld en gezien. Kaas. En gezien. Gedisqualificeerd. Hoe heb je die gezien dan? Als ik gisteren zorg dat die daar op de kleine tafel liggen, dan had ik haar. Maar. Dat klopt. Oh, ik dacht nu gezien. Ja, jij bent ook goed. Heel goed. Yeah. Yeah, maar jij mag naar achter om te gaan kijken. Kijk eens. Ik zei het je. Zo. Oh, dat is een bekel. Nee. Sst, Jaden, niks zeggen. Geef maar even aan Jason. Het is een beker! Nee, voor mij! Kijk niet er doorheen. Nee, in mijn arm. Nee, jij kijkt er doorheen, voeten. Nee, papa! Kijk mij maar gewoon aan. Nee, papa, met mij! We god, het veel te klein van mij! Voetelaar. Ik kan het zien, kijk! Is dit de kop? Is dit een glaasje waar je een kaas in kunt doen? Heel goed voor jou, ja! Ah, dus Risha, jij mag weer plaats maken voor Jaden. Nee, ik ben niet kijken. Nee. We halen toch wel veel uit dat grote cadeau vandaag, hè? We hebben een heel groot cadeau. Het volgende wordt dat. Oké, okay. Jaden moet dat wel weten. Kapot, toch? Kapot, waar je ticket aan vast aan hangen. Ik inderdaad. Inderdaad. Maar Jaden was ietsjes erger, liefje, dit keer. Ja, die hebben we toen gekregen, ja. Met de meeting in Almelo heb je die gehad, hè, van een fan. Een kerstbal. Nee. Een kerstbal. Nee. Een kerstbal wat je in kerstboom kan hangen. Nee, is geen kerstbal. Nee, heb ik weer terug.
goed. Ja. Jij hebt het fout. Jullie spieken alle twee. Nee. Niet waar. Jullie spieken alle twee. Nee. Hij is rond en je voelt precies het touwtje. Dus ja. Dan moet je toch moeilijkere dingen uitzoeken voor ze. Wie was de eerste roepen? Julissa. Oh, dan mag nou Jason tegen Julissa. De volgende ronde, ja. Dat wordt weer een lastige, denk ik. Zet hem neer. Ik voel hem niet. Nee, dan komt Jason nog heel even vast. Geef hem maar over. Er zit een kopje waar alle ijsblokjes, zoals je hele wereld schudt. Ah, ik weet het! Dat is een dennetje, die kan je mee schudden met sneeuw. Heel goed, ja! Nee, die wou ik net zeggen, dan, die heb ik gezien, die heb ik gevoeld. En die wou ik net gaan zeggen. Ja, dan die stond daar. Ja, maar wie wint het? Ik. Degene die als eerste zegt, en dat was Julissa. Dat maakt niet uit, je bent zo meteen weer aan de beurt. En dan komt het volgende. Even doorgeven. Het plakt. Ja. Even plakband. Doorgeven. Nee, geen plakband. Eten. Ja, wat? Nou, ruim begrip. Soep. Ja, heel ruim begrip. Wat uit de kerstboom kwam. En hoe heet dat? Etensroep. Nee. Weer doorgeven aan Jason. Is dit een koekje? Nee. Bijna, doorgeven. Jaden. Heb je? Voel maar. Een kerstkrant. Heel goed. Yes! Oh. Daar had ik een vraag over. Hoe kan er aan die kerstkrant gegeten zijn, Jason? Door Julissa. Dat kan ik je vertellen. Oh, door Julissa. Ja. Oh, sorry Jason, zou bijna jou de schuld geven. Wil jij voortaan de kerstkransjes afblijven, jonge dame? Nou, je zoals ik van jouw spulletjes afblijf, bijvoorbeeld van jouw cadeautje, blijf jij van mijn spulletjes af. Papa, die jij vraagt voortaan als jij een kerstkransje hebt. Nee, hij ligt er weer. Je lag in de kerstboom. Ja, daar lag hij goed. Maar, ik had het eerste gevraagd, dus ik heb het goed. Nee, ik had het goed. Nee, Jana was gewoon deze ronde. Jana had kerst, ja. Ik heb het goed. Ready, set, go. Ja, dit, wat zou het zijn? Dan de appel uit je kan aanzetten. Ja, heel goed. Jana, jij hebt het niet aan mij gegeven. Ja, want Jana was dit hier. Die zou jij. En ik heb het om met een... Jij kan heel slecht tegen jouw verlies, schat. Ja, suikerbuik, hè. Ja, de volgende keer gaan we ook niet met twee kinderen tegelijk, de volgende keer één kind tegelijk. Ja. En dan gaan we de laatste doen. Ja. Waar giet je altijd in zit? In de auto. Is dat een beker die aan kan? Aan? Nee, en die vast kan houden met een stok. Nee. Met een stok? Nee. Dan gaan we weer naar Jaden, een stok. Wij ik drink met rietje. Ja, hoe heet dat? Drinkfles. Ja, het goed, Jaden. Jullie hadden het allebei goed, alleen konden jullie niet formuleren hoe het moest. Nee, maar dan mag mama vertellen hoe heet zo'n ding nou precies. Ik heb drinkbekers. Ja, maar zo heet al die bekers drinkbekers wel aan. Maar dat is een kerstdrinkbeker. Ja. Zo heet die andere ook als een kerstbeker. Nou ja, vonden jullie dit een leuke video? Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneeknop te drukken. Dan mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel. Ja.